een groot probleem in Nederland. Als gevolg van de economische crisis zitten steeds meer mensen thuis. Dat betekent dat zo'n 70 mensen per dag in Nederland werkloos worden. De afgelopen maand waren dat 2000 mensen. Een groot probleem. Als SGP Jongeren Nunspeet gaan we een avond organiseren over dit probleem. Op 17 april aanstaande zijn er boeiende sprekers bij ons te gast om met ons na te denken over werkloosheid. Voor deze avond hebben we twee sprekers uitgenodigd. Allereerst is dat Paul Ulenbelt van de SP. De tweede spreker is onze bekende econoom Elwin Dijkgraaf, die de SGP zal vertegenwoordigen. De avond is de inloop vanaf 19:30 en begint om 19:45. Als we om 19:45 beginnen we uiteraard eerst gebruikelijk met een opening. Daarna zullen beide sprekers hun visie op werkloosheid toelichten en ook met ons bespreken wat volgens hun de oplossing is van dit probleem. Na deze beide sprekers is het tijd om voorafgaand aan het spannende debat even kort een pauze te houden. 17 april, Nunspeet, bij de SGP Jongeren, daar hoop ik te zijn samen met Paul Ulenbelt, mooie collega. Ben ik het inhoudelijk niet mee eens, maar we kunnen altijd wel erg goed discussiëren. We gaan het over werkgelegenheid, werkloosheid hebben. En we zijn er wel in geslaagd de afgelopen jaren de boel weer een beetje financieel gezond te maken hier in dit land. Maar je ziet wel tegelijkertijd door de crisis dat de werkloosheid oploopt. En dat is een groot probleem. Je zult maar thuis zitten. Je zult maar willen werken en niet aan werk kunnen komen. Het huidige kabinet doet wat ons betreft echt te weinig eraan. De lasten gaan te veel omhoog. Als je kijkt wat voor lasten werkgevers hebben, ondernemers, om gewoon iemand in dienst te hebben, die zijn veel te hoog. En de SP, jullie kennen de SP, die wil die last alleen maar verder verhogen. Dus daar gaan we stevig het debat over aan. Zij zullen ook de werkloosheid willen verminderen. Maar wij willen het op onze eigen manier doen. Geef ondernemers de ruimte. Als ik een uitnodiging krijg van de SGP-jongeren, dan kom ik graag. Ik ben al eerder bij jullie geweest. Maar nu Elbert Dijkgraaf daar ook is, nu voel ik het als een plicht om te komen. Want hij zegt dat jeugdwerkloosheid heel erg is. En dat is het ook. Maar nou is het notabene de SGP die een kabinet steunt wat nog nooit zoveel jeugdwerkloosheid heeft opgeleverd. Dus ik moet echt met hem de degens kruisen en ik hoop dat ik jullie ervan kan overtuigen dat de voorstellen van de SP beter zijn dan die van de SGP. Na afloop van dit spannende debat kunnen we op een ontspannende manier napraten onder het genot van een hapje en een drankje. Ik hoop je te zien. 17 april, Nunspeet, SGP Jongeren. Tot dan.